Het bloemencorso zoals we het kennen. Bontgekleurde praalwagens met honderdduizenden dahlia's. Over een kleine maand is het zover en staat het corso van Sint-Jans Klooster op het programma. Maar dit jaar, een jubileumjaar, verloopt de voorbereiding anders dan andere jaren. Als je kijkt naar het weer, nou ja, iedereen is op dit moment wel bekend met het weer. En als je gewoon ziet hoe het weer is, ja, dan hebben de bloemen op zich, aan de ene kant groeien ze er heel mooi van. Aan de andere kant, op het moment dat wij ze niet gaan beregenen, ja, dan hebben we echt een uitdaging met z'n allen. Dan wordt het een droogbloemencorso. Hoe uitzonderlijk is dit? Ja, dit is heel extreem. We hebben nagekeken wanneer dit eigenlijk voor het laatst geweest is. En dan praat je echt in de jaren, begin jaren 70, dat we echt dit extreme weer hebben gehad. Het corso in Sint-Jans Klooster bestaat uit meerdere wagenbouwgroepen en elke groep heeft zo zijn oplossing. Olympia heeft een groot waterreservoir aangelegd waaruit de dahlia's worden besproeid. Het water in het reservoir is afkomstig uit het nabijgelegen Zwarte Water en wordt met trekker en giertank aangevoerd. Er zit ongeveer 20 kuub water in. Als die tot aan de rand gevuld is, gaat er 20 kuub in. En hoe lang kun je daarmee sproeien? We kunnen dan 4 dagdelen sproeien. Dus 's ochtends zetten we de motor aan en dan gaat hij vanzelf uit. En dan 's avonds zetten we hem weer aan. Dat is het mooiste als je dat 's ochtends of 's avonds doet. Anders wordt het te warm. En ja, dan kunnen we 6 dagdelen ongeveer sproeien en dan moet hij weer gevuld worden. Nou, op zich tot nu toe, als we maar blijven bevloeien en beregenen, dan zie je eigenlijk geen verschil. Het is alleen wel op het moment als het corso zelf is en je in de loop van de dag zeg maar de bloemen geprikt zijn, ja, dan zul je wel een kwaliteitsverlies zien. Alleen ja, we gaan er natuurlijk vanuit dat tegen de tijd dat het corso is er ook een paar mindere dagen zijn geweest qua weer. Oftewel goed weer voor ons, het regen. Ja, en dan zie je eigenlijk geen verschil. Hou je er rekening mee dat je het wellicht moet aanpassen en misschien zelfs wel moet afblazen? Nee, daar houden we absoluut geen rekening mee. Dat zou ook voor het corso niet goed zijn. Wij hebben alles eraan gedaan. We doen er ook alles aan om straks het corso door te laten gaan. Juist omdat we natuurlijk ook afhankelijk zijn van bezoekers en dergelijke. Op het moment dat er geen bezoekers zijn, ja, dan komen we ook als vereniging met een hele financiële stop te zitten. Sint-Jans Klooster ligt vlakbij de provincie Flevoland. En dat kan mogelijk gunstig zijn voor de dahlia's. Ja, de kans is dat hier straks niet meer beregend mag worden of geen water meer gehaald mag worden. En dan in Flevoland schijnt het zeker nog wel 4 weken te duren voordat er überhaupt een verbod zou kunnen komen. Dus ja, dat ligt hier een kilometer vandaan, dus dan kunnen we daarheen om water te halen. Dus voor ons voorlopig lijkt het erop dat het nog meevalt.